Dit zijn forensen in auto's. Harde werkers die iedere dag afstanden afleggen in het woon-werkverkeer om te helpen onze kwakkelende economie van de aanstaande ondergang te redden. Forensen, mensen die respect verdienen voor hun opofferingen en hun inzet, zou je zeggen. Maar in de economische realiteit van vandaag is de forens het haasje, de pineut, het kind van de rekening. Want in het zogenaamde Kunduz-akkoord willen de VVD, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks en de D66 de vergoeding voor reiskosten van de forens afschaffen. En dan ook nog de hypotheekrente aanpakken, de ziektekosten verhogen, de BTW verhogen, zodat het leven voor de forens duurder uitpakt. Maar de forens, die is ook niet gek. Die gaat zich bij de verkiezingen in september 2012 herinneren wie die maatregelen heeft voorgesteld. En volgens deskundigen zou daarom de stem van de forens wel eens van doorslaggevende betekenis kunnen worden bij die verkiezingen in september 2012. En de strijd om die stem is dan ook in volle gang. En de genoemde partijen draaien dat het een lieve lust is. En dit geldt niet alleen voor automobilisten, beste kijkers, maar ook voor treinreizigers. En het is maar dat u het weet.